Ik kan gelukkig zeggen dat ik zelf geen slaapproblemen heb, maar toch is het wel eens voorkomen dat ik een nachtje een beetje wakker ligt. Weet je, zo'n nacht als, nou ja, afgelopen nacht denk ik toch aan vanavond, vind ik het spannend, weet je wel. En wat mij dan soms rust geeft, afgelopen nacht dan weer niet, want het was bewolkt, maar het helpt mij soms als ik gewoon eventjes ga naar buiten gaan kijken. Ik vind het heel gaaf om op een mooie zomerdag bijvoorbeeld buiten te gaan zitten en naar de maan te kijken. Die bol die daar, dat is geen grap, dat ben ik echt serieus, maar die bol die daar gewoon in de ruimte zweeft, dat idee, en dat je dat kunt zien, weet je, en je kijkt elke keer naar dezelfde kant van de maan, en om daar een beetje over te mijmeren, en zouden we daar niet heen kunnen, weet je, er zijn al mensen geweest, maar zouden die voor langere tijd kunnen verblijven. En nou ja, die jongens staan al klaar hier, je mag ook doorklikken, dan kun je mooi jullie presentatie. Deze mannen hebben daar hun tijd aan besteed, zeg maar, van de meeste proeven, een Moonbase 25. Succes! Nou, goedenavond dames en heren, bedankt voor uw kom. Ik ben Noah, Steven en Tom. En wij hebben onze meesterproef gedaan over het ontwerpen van een maanbasis. Wij hebben in tegenstelling tot alle andere groepjes eigenlijk geen opdracht geven. We zijn aan deze opdracht gekomen door een wedstrijd van de ESA. En de ESA is de Europese Ruimtevaartorganisatie. En wij hebben daar onze eigen draai een beetje aan gegeven. En nou, zo zijn we tot de opdracht gekomen. Dit was het eerste dia, we gaan nu naar het tweede jaar. Het doel van de opdracht. In eerste instantie willen we kijken naar hoe de mens reageert door een lange periode op de maan te zijn. De mens is al eerder op de maan geweest, maar dat was nou, voor een paar uur. Het langste dat de mens op de maan is geweest was 3 dagen. Maar we hebben het hier meer over een periode van 2 jaar ongeveer. Dus we zijn benieuwd hoe de mens hierop reageert. Dan, de aarde heeft heel veel last van lucht- en lichtvervuiling. En de maan heeft dat niet omdat het geen atmosfeer heeft. Hierdoor zouden we vanaf de maan veel verder en beter het heelal in kunnen kijken. En zouden we veel meer kunnen leren over ons heelal. Dan, de maan is miljarden jaar geleden ontstaan uit de aarde, doordat er een meteoriet op de aarde is gebotst. Dus de aarde en de maan hebben een beetje dezelfde samenstelling. En we kunnen naar de maan gaan kijken en hierdoor kunnen we de aarde en de maan zelf ook beter gaan begrijpen. De locatie die we er waren meerdere locaties waar we uit konden kiezen. Bijvoorbeeld de evenaar van de maan of op de polen van de maan. En uiteindelijk hebben we vooral gekozen om op de Shackleton krater te zitten. Die is op de zuidpool van de maan. We hebben deze gekozen om meerdere redenen. Er is namelijk op de zuidpool van de maan bijna altijd zonlicht. Dus hierdoor kunnen wij veel energie opwekken en kunnen wij planten laten groeien. Een andere reden is dat er op de polen van de maan in vergelijking tot op de rest van de maan een veel betere temperatuur is. Het verschilt ongeveer tussen de -50°C en de 0°C. En dat is in ieder geval een stuk beter dan op de rest van de maan, want dat is of echt veel lager of veel hoger. Het verschil tussen de -250 en de 150°. Dus dat scheelt wel aardig. En een andere reden om dit te kiezen was omdat er op de bodem van de krater ijs ligt. En van ijs kan je natuurlijk water maken, dus dan heb je ook al een waterbron die je kan gebruiken. Zoals Tom net al zei, we gaan op de Shackleton krater zitten. Nou, hier ziet u de Shackleton krater, dat is het linker plaatje. Deze krater is in diameter 25 kilometer en in diepte 4 kilometer. Het is dus een behoorlijke krater. En hij is al miljarden jaren oud en daar ligt het ijs dus ook, wat Tom net al zei. Nou, wij willen op de rand van de Shackleton krater gaan zitten, omdat als je dieper in de Shackleton krater gaat zitten, komt het zonlicht niet bij de basis. En dat hebben we uiteindelijk wel nodig, want we moeten een bron van energie hebben. En dit is namelijk zonne-energie, die gaan we opwekken aan de hand van zonnepanelen. Op de maan is geen klimaat omdat er geen atmosfeer is, dus nou, windenergie heb je niet. Water is niet in overvloed, dus we gaan uiteindelijk voor zonne-energie. En we hebben dus in ons ontwerp de zonnepanelen verwerkt. Nou, het bouwen op de maan gaat gebeuren door eerst een capsule naar de maan te sturen met 2 robots en een 3D-printer. In die capsule daar vind je een opblaasbare dome. De dome wordt opgeblazen en dat gaat dan als basis gelden voor het huis. Dan wordt er met die 3D-printer wordt er regoliet, dat is maansteen, wordt uit de bodem gehaald. En dan wordt dan 3D geprint tegen de basis aan, zodat je beschermd werd tegen radiatie en meteorieten. En als laatste gaan we nog een infraroodtelescoop bouwen in de krater van de maan. Dat doen we daar omdat er geen zonlicht in die krater schijnt. Dus heb je geen last van lichtvervuiling daar. Dat is ook een geschikte plek op de bodem omdat er op de rand van de krater kunnen allemaal zonnepanelen maken. En omdat een infraroodtelescoop zoveel energie nodig heeft, is dat ook weer opgelost.
het water voor de astronaut gaan we uit het ijs halen dus. Dus het ijs gaan verwarmen en daar kunnen we dan water uit halen. En daarnaast gaan we ervoor zorgen dat er een systeem is. Dit systeem is ook, wordt ook gebruikt in ISS. En dit systeem zorgt ervoor dat bijvoorbeeld urine en water dan dat uit de lucht zit, wordt gefilterd. Eerst gaat het langs een filter die ervoor zorgt dat de grotere afvalstukken zoals schoonhaar en andere dingen die bij het urine terecht zouden kunnen komen, eruit worden gehaald. Daarna komt er langs een filter die zorgt dat kleinere afvalstoffen uit de urine worden gehaald. En daarna komt het nog langs een koolstoffilter die ervoor gaat zorgen dat de allerkleinste deeltjes uit de urine worden gehaald. En hierdoor komt er dus weer zuiver drinkwater uit. En daarnaast gaan we voor het eten gaan we planten verbouwen in kassen. Deze planten moet je bijvoorbeeld, dat zijn bijvoorbeeld aardappels of tomaten. En daardoor kunnen ze ook goed eten. En deze planten die krijgen ook genoeg zonlicht, omdat er natuurlijk altijd zon is op de suiker van de maan. Het zuurstof gaan we maken, of niet maken, maar dat wordt geproduceerd door planten, want deze planten die nemen het uitgaande CO2 op en dan is dan treedt fotosynthese op. En dat zorgt ervoor dat dit CO2 weer om wordt gezet samen met water tot glucose en tot zuurstof. En dan het zuurstof dat kan weer ingaan wordt door de astronauten en de glucose wordt het plant zelf gebruikt om groter te worden en te groeien. En daardoor kan je deze planten of deze planten dan dus gebruiken als voedsel. En het andere is dat we het water dat van het in de krater zit, kan je elektrolyseren. En hiervan komt waterstof en zuurstof. En dit zuurstof kunnen we dan weer gebruiken om in te ademen. En het waterstof zou je wellicht kunnen gebruiken als nieuw brandstof. Alleen elektrolyse is wel, kost wel veel energie. Dus het is even kijken of dit misschien te duur is en of dit te realiseren is. Nou, communicatie met de aarde is natuurlijk ook heel belangrijk. Want alle onderzoeken die je daar doet en alle resultaten moet je natuurlijk wel terug zitten krijgen op aarde. Voorheen werd dit gedaan bij de eerste maanlandingen met radiogolven. Deze zijn echt heel erg langzaam. Dan kunnen we een maximale snelheid van 1 megabyte per uur halen. En als je dan een plaatje van 4K resolutie naar de aarde wil sturen, dan ben je ongeveer een dag bezig. Dat is natuurlijk niet handig. Tegenwoordig wordt er al getest met lasertechnieken. Dan heb je een hele grote laser en dan moet je op een bepaalde ontvanger schieten en dan kun je zo je data overbrengen. Die lasers kunnen een snelheid bereiken van 20 keer de huidige snelheid, internetsnelheid die je op normaal op aarde krijgt. Dus dat is wel snel genoeg. De enige nadeel aan de lasers is dat je dus wel altijd je ontvanger moet zien. Maar omdat wij op de lichte kant, op de zichtbare kant van de maan van de aarde zitten, is het in principe geen probleem dat we de aarde afstands kunnen zien. Oké, okay, dan een spotschop ging misschien raar in een maanbasis, maar ik zou even toelichten. Zoals je misschien al weet is de zwaartekracht op de maan vele malen kleiner dan op de aarde. Op de aarde hebben we een waarde voor 9,81, dat zegt hij misschien niet zoveel, maar op de maan is dat meer dan 6 keer zo klein, waardoor je eigenlijk niet zo goed kan bewegen en je spieren ook niet zo hard hoeven te werken. Er is onderzoek hiernaar gedaan en is naar astronauten gekeken die een langere tijd in het ISS hebben gezeten, zoals onder andere André Kuipers. Er is te zien dat de astronauten langzaam spierverzwakking hebben, waardoor ze bij terugkomst op aarde niet gewend zijn aan de invloeden die de aarde op hen geeft. Nou, we hebben onderzoek gedaan naar bestaande apparaten die hiervoor zijn bedacht. Hier rechtsboven ziet u een haploband. De astronaut had vastgebonden aan het oppervlak van het ISS in dit geval. Hierdoor kan de astronaut gewoon hardlopen en kan hij zijn conditie en beenspieren blijven trainen. Dan het tweede apparaat dat wij hebben verwerkt is de ARED. Een ARED is ook een bestaande toepassing dat bedacht is door de NASA. Het is een multifunctioneel fitnessapparaat dat wordt gebruikt. En dat is hier rechtsonder te zien. Deze gouden bal kan verzet worden qua hoogte, waardoor je bijna elke spiergroep in een menselijk lichaam kan gebruiken. Door deze twee fitnessapparaten te verwerken in de maanbasis zullen de astronauten bij terugkomst op aarde gewoon een normaal leven kunnen leiden. Dit is ongeveer een schets van hoe de maanbasis eruit moet komen te zien. Aan de rechterkant ziet u gewoon de airlock, de luchtschuit waardoor er geen lucht kan ontsnappen in de maan op.
Dan ziet u bovenin ziet u misschien een soort raampje. Dat is gemaakt van polyethene. Polyethene is een heel hard kunststof wat goed bestand is tegen straling en meteorieten van buitenaf. Het raam zit daarom dat de kassen naar onder zitten. En het raam kan ook gesloten worden door een automatisch systeem. Als de planten genoeg zonlicht hebben gehad, want die planten hebben natuurlijk niet 24 uur per dag zonlicht nodig. Voor de rest ziet u gewoon een beetje de handen in de sportschool, het leefgedeelte, onderzoeksgedeelte, communicatiegedeelte, alle dingen die belangrijk zijn op de normale basis. Oké, nou, dank u wel voor uw aandacht. Dit was het. Wie mag ik een woord geven? Ja, zeker. Dankjewel. Dat is een hele spannend idee en een hele goede presentatie. Wat ik zou willen vragen is, als je kijkt naar de aandacht die er is voor permanente bewoning buiten de aarde, wordt meestal wel verder gekeken dan de maan. Dan wordt naar Mars gekeken, want dat zal op de aarde lijken en resultaten beschikbaar. Jullie hebben je op de maan gefocust. En mijn vraag is eigenlijk, is permanente bewoning voor een grote groep mensen op de maan ook mogelijk? Want dat zou een groot voordeel hebben, dan hoeven we namelijk niet zo ver naar Mars. Je hebt de kans dat je weer eens terug kan en zo. Dus zou Elon Musk eigenlijk zijn pijlen meer op de maan dan op Mars moeten richten? Nou, dat is in principe een goede kwestie, maar de leefomstandigheden op de maan zijn nogal anders dan op Mars. Op Mars zijn veel meer vergelijkbaar met de aarde. Deze maanbasis in dit geval is vooral bedoeld voor onderzoek, zoals ik net al zei, op de mens, rest van het heelal en door de aarde en de maan zelf beter te begrijpen. Dus het is meer een soort tussenstation om verder onderzoek te doen naar misschien mogelijkheden die voor Mars bijvoorbeeld. Dankjewel. Nog meer vragen? Ja. Ik heb een vraag over de plaatsing, want je zegt de krater, maar er komt geen licht in de krater, klopt dat? Zeg maar, staat dit stationnetje in de krater of op de rand van de krater of ergens halverwege de krater? Nou, de krater is, zoals ik net al zei, aardig groot, 25 kilometer in diameter en 4 kilometer diep. Het ijs zit vrij in de bodem en wij willen vooral rond de randen gaan zitten van de krater, gewoon dat hier het zonlicht zit en we willen niet te veel oppervlakte dekken. Dus we willen de zonnepanelen en de basis vrij dicht bij elkaar houden. Dan, wat Steve net al zei, we willen de infrarood telescoop meer in het diepe dal van het gat zetten, omdat daar geen licht komt en daardoor kunnen we beter onderzoek doen naar het heelal. Oké. Ik zal even vragen, hoeveel mensen gaan daar straks wonen en hoe lang? Het is nu de bedoeling dat er ongeveer 4 mensen gaan wonen. Daar is de capsule ook op gebouwd. Na 2 jaar gaan we kijken of er misschien mogelijkheid is om op de basisbouw verder blijven staan. Of dat we denken van, we hebben helemaal niks aan, laten we lekker zitten. Of dat we dan denken van, we breiden hem uit voor 2 extra mensen of 4 weer. Dus een testperiode van 2 jaar, zeg maar, en dan schrijven we dat even. Nou, top. Nog meer vragen? Wie zou erin gaan? Wie zou erin gaan? Ik kom zo bij jullie. Wie zou erin willen? Hey, ja, hier, jonge mensen gewoon. Dat is allemaal goed. Heel goed. Hey, je had er ook wel dat jullie opblaasbare basis willen maken. Ja. En is dat mogelijk met de atmosfeer op de naam? In principe wel, dat is wel. Er is natuurlijk geen atmosfeer, maar als we gewoon het zuurstof dan meenemen naar de maan zelf gewoon gebruiken om de capsule op te blazen. En daarna met de 3D-printer het regoliet, de maanstof er tegenaan 3D-printen, dan zou dat gewoon kunnen, denk ik. Zijn er nog meer vragen? Ja. Zijn er nog meer functies van die maanstof, behalve alleen alleen het bouwen van de basis? We hebben nu vooral onderzoek gedaan naar het 3D-printen ervan. We hebben ook wel dingen gevonden over dat we er misschien zuurstof uit konden halen, maar dat was echt nog een hele nieuwe techniek die we niet echt betrouwbaar vonden en dat was ook heel erg duur nu dus. Daar hebben we in principe niet verder over nagedacht. Oké,
Ja, en de bodem is ook is vruchtbaar gebleken. Misschien omdat ook de maan qua korst vergelijkbaar is met de aarde. Hebben we niet echt naar gekeken. We wilden de regoliet vooral houden voor de bescherming van de maanbasis. Maar we hebben het wel in het verslag in play gezet, zeg maar. Oké. Laatste vraag. Geen vraag. Dankjewel jongens. Mooi aan.